Hey, goedemiddag. Het is woensdagmiddag. Het is, ja, iets over kwart over 12, hè. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Surinamers Overal. Ja. Die bekende uitzending van Surinamers Overal. We pakken een Surinamer in het buitenland, die in het buitenland woont. Als het kan, als hij op vakantie is, dan nodigen we hem uit naar de studio. En dan maken we een babbeltje tegen een tander, vragen voor tegen een tander wie hij is en wat hij allemaal doet. En vandaag hebben we als gast in Surinamers Overal Silvino Seymour Paneng. Seymour Paneng is ondernemer, eigenaar van Internationaal Ambitieus. We gaan met Silvino bellen. Ja, en we gaan een babbeltje hebben met Silvino. Natuurlijk willen we weten wat hij allemaal in Almere, Nederland doet. En ik heb Silvino inmiddels aan de lijn. Silvino, goedemiddag vanuit Suriname. Het zal daar al aardig middag zijn, hè? Eindemiddag. Een hele goede middag, inderdaad. Eindemiddag, mooi. Heb je een goede dag gehad? Ja, zeker. Ik heb een goede dag gehad. De zon schijnt. Mm-hmm. Dus eindelijk. Dus dan wordt het alleen maar nog mooier. Oké, hier is de zon een beetje gaan schuilen, hoor. Hij schuilt achter de wolken. Een beetje regenachtig weer hier. Maar je weet, regenachtig weer in Suriname is toch wel lekker weer. Is toch wel mooi weer. Daarom. Ik was onlangs in Suriname en toen heb ik meegemaakt dat het meerdere dagen achter elkaar regende. Mm-hmm. En ik zeg altijd van kijk ook naar de mooie situatie van de regen. Het houdt je binnen met je familie. Ja, absoluut. Oké. Internationaal ambitieus. Ja, dat is de naam van jouw consultancybedrijf. En jij begeleidt internationaal wie wil groeien en wie wil investeren. Nou, ja, dat is een nobele job, man. Silvino. Klopt. Maar het klinkt lastiger dan het is. Ja. Eigenlijk wat we doen in het kort is dat we mensen aan elkaar matchen. Mm-hmm. Dus mocht het zijn dat u bijvoorbeeld als radio DJ aangeeft, ik zou met een radio DJ in Nederland of Curaçao in contact willen komen, want ons bedrijf wil groeien. Ja. En dan kijken we het werk en dan proberen we die contacten te leggen. Mm-hmm. Dus dat is in het kort wat we doen. Dus ik noem mezelf altijd een professionele match. Het geluid gaat een beetje weg. Ben je op speakerphone of loop je? Ben je op één plek? Sorry, nogmaals? Ben je op één plek of loop je? Ben je aan het verplaatsen? Ik ben op één plek. Oh, oké. Mooi. Je hebt samen met een andere collega heb je dus een bedrijf gestart. En dat was ergens toen je 19 jaar oud was. Vertel me, hoe is dat begonnen dan? Ja, mijn eerste bedrijf ben ik gestart op mijn 19e. Mm-hmm. En dat was een promotiebedrijf waarbij we reclame maakten voor grotere bedrijven. Mm-hmm. Alleen het lastige was dat als je met grotere bedrijven samenwerkt, dat ze ook hun eigen betalingstermijn. Dus meestal kreeg ik pas na 3 maanden uitbetaald, maar ik moest wel mijn personeel ook uitbetalen. Mm. Dus op een gegeven moment dacht ik van dit kan niet werken. Mm-hmm. En toen zei een man tegen me van ja, maar kijk naar waar ik in ben en kijk naar wat ik leuk vind. Ik ben redelijk goed in mensen met elkaar contact brengen en met netwerken. En waar ik van houd is ijzer. Dus eigenlijk heb ik die twee dingen gecombineerd. Dus ik reis en tijdens het reizen breng ik dan ondernemers met elkaar in contact. Mm-hmm. En ik zie dat het een beetje, dat je ergens bent begonnen met Suriname, Nederland en de Antillen. Dat leek makkelijker? Dat maakt het makkelijker omdat mijn ouders zijn geboren in Suriname, dus dan heb je al die liefde voor Suriname. Mm-hmm. Op Curaçao was ik al vaker geweest. En wat ik heb opgemerkt is dat Nederlands wordt gesproken natuurlijk in die landen. Okay, maar dat we niet altijd weten hoe het gaat om zaken te doen. Bijvoorbeeld Surinamers die bijvoorbeeld op Curaçao zaken willen doen. Die geven vaak Silvio, ik heb gemeld, maar die geven nog steeds niet beantwoord. Mm-hmm. En
is, is dat de mensen op Curaçao, maar ook op Aruba, vaak ook in contact willen. Mm-hmm. Dus of ze willen dat er langskomt, of als dat lukt, dan is het tenminste dat je belt. Okay. Dus er zijn dat soort dingen waarvan ik zeg, nou, daar rekening mee. Het maakt het dan iets makkelijker om dan overzees starten te doen. Oké, okay. even een technische wenk hoor, je schijnt een beetje af te breken waar het gesprek betreft. Ben je op speakerphone? Sorry, nogmaals? Ben je op speakerphone? Waar ik ben dan? Nee, ben je op speakerphone? Is je telefoon op speaker? Ja, ik sta op speakerphone, ja. Ja, als je dat even uitschakelt, dan kunnen we je beter volgen. Oké, dit is beter, ja. Ik hoor u ook beter. Ja, oké. Dat ben ik door aan Tori. Ja, je verstaat aardig toch, want je bent Paraman. Zeg maar. Ja, dat is een Paraanse naam. Oké, en we hadden het net over die taal. Hè. Vanwege die taal heb je dus het gebiedje gehouden op Aruba, België, Bonaire, Curaçao, Nederland, Suriname. Ja, toch? Mm-hmm. Want daar bak het een beetje af. Dat hebben we dus niet zo duidelijk kunnen volgen. Ja, vertel me hoe dat zit. Als je dat over wat wilt u precies weten? Over die link die je legt, die contacten die je legt met mensen uit, ik zie hier uit Aruba, België, Bonaire, Curaçao, Nederland, Suriname. En waarom heb je gekozen voor die samenstelling? Ja, nee, mijn vader werkt voor de lokale. En als je ouders voor KLM bent, dan mag je tot een bepaalde leeftijd mag je op je naam reizen. Ja. Dus dat deed ik. En op een gegeven moment merkte ik van Nederlander wordt en Nederlands gesproken. Mm-hmm. Laten we zeggen, de culturen kennen elkaar ook. Maar waar het vaak aan ontbreekt is dat werkelijk de kennis over de cultuur. Mm-hmm. En de eerste handelsmissie bijvoorbeeld van ons. Dat was in 2016. En wat we deden, we hadden een advertentie op het internet. Mm-hmm. En we zeiden van ondernemers vanuit Aruba, Bonaire, België en Suriname en Nederland natuurlijk. Die nodigen we uit naar Curaçao om daar zaken te doen. Yeah. Destijds was ik 25 jaar. Mm-hmm. En ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik denk door doorzettingsvermogen. Maar het was ons gelukt om met 25 mensen vanuit, even kijken, vanuit België, Bonaire en Nederland, maar ook Suriname, te reizen naar Curaçao. Ja. En vooral te kijken van, als we op Curaçao zijn, hoe zou je daar zaken kunnen doen. En het mooie, nu een paar jaar daarna, is nog steeds een bedrijf actief vanuit Suriname. Mm-hmm. Op Curaçao en ze verhuren daar appartementen en auto's. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. En dat ging aardig. Sorry, nogmaals? Dat ging aardig? Dat is je aardig gelukt? Zeker, ja. En het mooie was ook toen ik pas ontdekte natuurlijk in de landen en Nederlands was gesproken. Mm-hmm. Maar iedereen heeft dus zijn eigen woorden, zijn eigen gebruiken. Ja. Maar als je een gezamenlijk doel hebt, dan weet je wat je doet. Ja, dan begrijpt men elkaar wel, dan verstaat men elkaar wel. Ja, dat is zo. Klopt. Oké. Okay. Jouw bedrijf, natuurlijk ga je uitbreiden, je hebt een consultancybedrijf. Dat betekent dat je dus niet op één plek blijft zitten, je weet het niet bij één ding doen, maar je spreidt je vleugels, je breidt uit. Waar zie je jouw bedrijf over, zeg maar, 5 jaar? Over 5 maanden? 5 jaar. We beginnen met 5 jaar. Oh, 5 jaar? Oké. Okay. Ja. Ik wou net zeggen, 5 maanden is heel snel. Ja, 5 jaar. Over 5 jaar, ja. Nu doe ik de reizen zelf. Mm-hmm. En ik heb altijd geleerd, als je een bedrijf opzet, maar ook opbouwt, dan moet je vooral kijken hoe je een bepaald proces in je bedrijf kan hebben om ervoor te zorgen dat je niet alles alleen hebt te doen. Dus het mooiste zou zijn over 5 jaar dat we mensen hebben die de reizen van me kunnen overnemen. Mm-hmm. En dat we dan om de 2 à 3 maanden dan zo'n reis kunnen organiseren. Ja. Maar ook een groot event bijvoorbeeld in die landen kunnen organiseren. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat we nog meer impact kunnen maken. Maar vooral nog meer zaken tussen die landen kunnen doen.
Ja. Dus dat ik niet hoef te reizen, maar dat ik mensen in deze die de reizen voor me kunnen organiseren, dat ook dan zelf op reis gaan. Oké. Mooi, 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 mooi. Wat heb je gepland met Suriname binnenkort? Wat voor moois heb je gepland? Suriname heeft, we hebben onlangs in het nieuws nog de directeur en de minister van Transport, Communicatie en Toerisme gehad. En dan wordt het een beetje gehad over toerisme en over de uitbreiding en de uitdagingen van Suriname wat toerisme betreft. Ik hoop dat je de stad hebt gevolgd. Suriname gaat wat dat betreft zaken aanpakken. Heb je wat gepland voor Suriname? Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, de afgelopen jaren, de corona-jaren, deze mensen me vragen, welke mogelijkheden zijn er in Suriname? Ik hoor over oil en gas, ik hoor over toerisme. En we zijn een samenwerking aangegaan met United Caribbean Business Share. In november is de United Business Share in Jakarta, maar ook in Prinsbouwen. Ja. En we komen met een delegatie vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland. En op de beurs hebben we 10 stands afgenomen. En met die stands gaan we dan een koninkrijkspapillon opbouwen. Wow. En dat is vooral om dan de verbinding te maken, ook zakelijke verbinding. Dus ondernemers van de Caribische Nederland, vanuit Nederland, in samenwerking dan met Surinaamse bedrijven. Oké. En dat is in november aanstaande. Sorry, nogmaals? Dat is in november van dit jaar? Ja, dat is van 3 tot 5 november. Dit jaar inderdaad, ja. Oké, dan nodig ik je bij deze uit om natuurlijk contact te maken met ons en naar de studio te komen. Dan kunnen we dus een mooi babbeltje hebben. Misschien dat je dus met een van de Curaçaoënaars komt of met een van de Surinamers die met je is meegereisd. Dat zou een mooi idee zijn. Zeker, ja. Want ik kreeg al een aanvraag van het groepen om vooruit te kijken naar Surinaamse producten. Om Surinaamse producten op te verkopen op Aruba. Ja. Dus we komen daar graag steken langs. Oké. Mooi. Je blijft de zaken volgen, heb ik gemerkt. Want je weet dat we niet lang terug een oil and gas summit hebben gehad. En dan ook nog wat wij in november krijgen. En ik hoop dat je de andere beurzen ook in de gaten houdt die er in Suriname zullen komen. Silvino, welke mooie boodschap geef je aan Surinamers? Aan de Surinaamse ondernemers? Want je bent de man die de link legt, die mensen in contact brengt met elkaar. Welke boodschap geef je Suriname? Nee, zeker. Nee, bedankt voor de mogelijkheid. Wat ik de Surinaamse ondernemers vooral wil meegeven, is natuurlijk, kijk vooral naar de Surinaamse markt. Maar als je het gevoel hebt dat een product of dienst goed genoeg is om in het buitenland te verkopen, dan gaat u vragen om contact op te nemen met internationale ambitieus. En natuurlijk, op dit moment kan ik niet beloven, maar ik weet wel dat er altijd ondernemers zijn vanuit het buitenland die een bepaalde vraag hebben of een bepaalde samenwerking willen aangaan. En dan weet ik op dat moment dan al de ondernemers in Suriname in contact kan brengen. Nee. Dus ik zeg altijd van ik netwerk vooruit, want op het moment dat de vraag binnenkomt, dan weet ik al precies met wie ik dan de persoon in contact kan brengen. Je hebt natuurlijk kunnen scouten, je hebt natuurlijk eerst kunnen marktonderzoek gedaan, dus je weet precies wie je met wie in contact kan brengen. Dat is fantastisch. Zeker. Ja. Silvino, zeg maar, we willen je bedanken. We vinden het een genoegen dat we kennis met je hebben mogen maken en dat we kennis hebben mogen maken met hetgeen jij allemaal onderneemt. Onder de Surinamers, onder de Belgen, onder de Arubanen, de Curaçaoënaars en de Nederlanders. Ja, ik wens je heel veel succes toe met je bedrijf en dat je bedrijf mag groeien. Hartelijk dank. En voor u ook een fijne avond. Ja. Of middag eerst. Mooi zo. We gaan je blijven volgen, Silvino. En als je vergeet niet, als je in november in Suriname bent, contact ons. Ik zal SLS zeker contacten. Hartelijk bedankt. Oké, fijne dag. Ja hoor. Onze gast vandaag in Surinamers overal, Silvino Seymour, ondernemer, eigenaar van Internationaal Ambitieus. En hij brengt mensen met elkaar in contact. Middel.
tijdens de historische, maatschappelijke en economische banden met de focus op de eilanden waar het Nederlands wordt gesproken. Waaronder Aruba, België, ja dat zijn geen eilanden, maar Aruba, Bonaire, Curaçao en natuurlijk ook Nederland en België. Surinamers overal, goedemiddag. We doen een andere aflevering, we hebben een andere gast morgenmiddag na 11:15 hier bij SRS. Brick Thing!